Een hele goede dag. Welkom daarbij een weer zo'n mengelmoes video. Wat gaan we doen vandaag? Nou ja, zo even naar de winkel. Ik film nu met mijn telefoon in plaats van met de camera. Dus ik hoop nog steeds dat de beeldkwaliteit goed is. Goed. Nou, beeld zou wel goed wezen, maar nou nog kijken of het geluid nog in orde is. Want de vorige keer waren we op strand en nu testen we het in de auto. En dan gaan we daar even naar de sup in Goes. En daarna even langs mijn ouders, want dat zouden we van het weekend doen. Maar van het weekend was het thema de huis weer even schoonmaken. Dat is ook altijd weer even nodig van top, tot heen. En tot mee remde die. Toen hing ik wat strakker in de gordel. En dan heeft hij toch partij lol. Ja. Goed, nou, het is nogal mistig van de troep op de ramen. Kijk, want het is nogal geoxideerd op de buitenzijden. En dat is nog een hele jonge zijdeshond, geloof ik. Die spart het alle kanten op. Goed, nou, we gaan naar de Lidl. Dan gaan we even brood halen en siroop voor de nieuwe week. Misschien nog iets anders, iets kleins, maar dat zien we dan nog wel. Waar we nog zin in hebben. En dan gaan we even naar Wolversdijk toe, naar mijn ouders. En dan gaat daar filming dan niet. En dan filmen we weer wat ik daar weer van gekregen heb. Dus het wordt weer zo'n videootje van, we doen weer van alles en nog wat om elkaar. Oh nee. Yep. Yep. Dus het is alleen even kijken waar precies van. Ik moet hier naar kijken, hè? Naar de camera. Maar dat. Ja. Ik moet even wennen hoor, hoe ik met de camera. Want ik wil mezelf kijken, maar dan zie ik dat ik er juist schuin kijk. Dus ik moet echt naar dat puntje zitten kijken. Nou ja, bij deze. Dus ik zou nog wel wat beeldjes doen van het mooie weer. Ik zal even de kin. Kijk, het is prachtig weer. Als die wil focussen op de buiten. Focus op de auto. Focus, focus. Oh, het raam gaat dicht en die focust. Nee, het is prachtig weer buiten. Ja, het is een beetje wassig. Schatje! Nou, daar komt een auto aan, maar daar kan je nog wel voor. En daar is het dolfijntje hier zo. Hè? Die mag zo naar je wel scheren. Hé, moet je kijken hoeveel stoppeltjes. Lekker toch? Al die vissengraat zou men moeten zeggen. Hè? Lekker schuren. Ja, lekker schuren. Schrale lippen oplopen als je hem zoekt. Nee, dat is gezellig. Maar goed, we dwalen af. Dus met dit prachtige beeld van het weer van vandaag gaan we nu richting de Lidl voor de boodschapjes. Dus tot zo! Boodschapjes van vandaag. Naar voor van de week. 2 siroop, 4 brood. 2 boter, 2 preien. Lekker croissantje. En een appeltaartje om te vieren bij mijn ouders. Dat we de 1000 abonnees hebben behaald. Foto's meegenomen voor mijn moeder. Maar ja, die krijgen we nooit. Dus ja. Tot zo weer. Daar was ik weer. Ik ben aan het filmen met mijn telefoon. Dus ik moet weten dat ik daar moet kijken. Niet naar mijn... Ja, goed. Ik zal laten zien wat we dus hadden van de Lidl. 2 preien waren 69 cent stik. Ik heb wel lekker de rolstaart gekozen. Maar bij mijn moeder hebben we dan het gebakje op. Maar nog een stukje worst of beter ook nog. Weet dat toch. En mijn moeder had 4 schaaltjes. Dat is wel leuk voor af en toe bij de kookvideo. Om het wel hier wat leuk in te doen. Dat steekt mooi altijd af in het voorbeeld. Dus dat is ook wel leuk. En dit is bols en boor. Dat is alles wat erop staat. Het zijn een soort terracotta-achtige potjes. Leuk!
4 brooien en 2 en die vloeibare boter, die waren 2,09 euro. En siroop, die waren 1,99 euro. Daar heb ik 2 flessen ook. Maar dat hebben jullie ook wel in mijn mandje gezien. Dus dat kan zo in de diepvries. En in de koelkast en in de rest van de... Ja? Goed. Nou, en wat, ik heb van mijn moeder ook weer wat allerlei leuke dingetjes gekregen. Die had ze weer van iemand gehad. Die zei, het is leuk voor de kinderen. Dat is een zak met allemaal kraaltjes erin. Dus we kunnen de kinderen weer een keer mee gaan spelen. Of ik. En voor er in de doos voor het nieuwe huis, zou ik maar zeggen. Onze nieuwe wasknijpers. In zo'n leuke zak. Dus dat is hartstikke leuk. Dus nieuwe knijpers. Gaat in de doos. En wat had ze nog? Oh, we hebben hier een riem. Een riem. Geweven riem. Oh, dat is een maatje voor jou, schat. Wel mooi. Mooi blauwe riem. Oh, had ze. Ze kwam nog wat dingetjes tegen van de kers. Met van die hartjes. Zeg, gerust hier maar mee. En ik had zo'n klein handstoffertje van mijn moeder gekregen. Die staat van boven met de vondst de mondstukken er nog van. Dat is wel handig. Voor de uiterstofzuiger en zo. En een bakje thee. Die waren bij de derde keer in aanbieding toe voor 95 cent. Ja, toen had ik niks nodig uit de winkel. Dus ik zeg, ja, ik ga niet voor die 95 cent helemaal naar Goens rijden. Dus zeg, ik ben er toch, dan neem ik het wel voor je mee. Dus helemaal kaperzik, onze favoriete thee. Koekjes voor de kinderen. Dat zei altijd oma zei, die verwende de kindertjes. Wat is dit allemaal? Wagonwheels. Oh, wagonwheels. Nog nooit van gehoord of gezien. Kent ook helemaal niet. Skippen we dan. Oh nee, dan zien jullie niks. Oh. Zo. En mandarijntjes. Voor die broodjes en de ananas. Ja, dat is even privé, zou ik maar zeggen. Oh ja, en we hebben nog worst. Ah, ja, de rest is gewoon privé. Sommige dingen zijn gewoon privé. Ja, het is geen chips hoor, daar hoef je niet bang om te zijn. Maar dat is gewoon privé. Oh nee, moet ik het toch stoppen, dan moet ik naar de koelkast. De rest is veel boven. Zo. Ja, ja. En onze lekkere boerderij-eitjes weer, hè. Ja, 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 ja. Kijk, onze boerderij-eitjes. Ik geef altijd de lege doosjes en dan krijg je boerderij-eitjes voor terug, hè. Ja. 10 stuks. Nu kunnen we weer lekker tegenaan. Dus dat heb ik van mijn moeders weer gekregen. Mijn moeders kan dat toch nooit laten. En dat zijn dus een van de redenen wat ik wel eens in video's uitleg. Van sommige mensen krijg ik soms wel eens dingen en ik geef wel terug. Maar eigenlijk zou ik soms meer terug willen doen. Voor al die moeilijke tijden die wij hebben gehad. Om ze iets terug te doen. Want mama's kunnen bij kinderen toch nooit iets laten. Moeten toch altijd iets geven. Nou, dat ben ik zelf ook naar mijn kinderen. Ik geef mijn kinderen alles. Maar ik vergeet mezelf. Dus, maar dit zit gewoon gesield, joh. Oh nee, dit is een zipper. Een zipperbek. Het zijn allemaal kralen. Ik zal de kralen even laten zien. Je gaat dat bussen met de PostNL bus. Zo langs de bus en uit de jaren. Kijk, dit zijn de doorschijnende kraaltjes. En houten kralen. Witte kralen met parelkralen. Oh, ik moet de andere kant op zitten. Ik moet even zijn hoor, met mijn telefoon. Dit zijn metalen kraaltjes. Er alleen groene kraaltjes, blauwe, paarse kraaltjes, witte kraaltjes, zwarte kraaltjes, wit-grijze, grijze, gekleurden, witte, aqua, paars, rozige en een mix-match. Vierkante kraal, een grote kraal en een groene kraal. Het was zakje leeg. Dus ja, dat is wel leuk, hè? Kun je de hang weer gaan. Maar dat komt wel op een dag als we even in een wat rustiger stadium zijn. Zijn dus van die stuiterballen, dan moet je dit niet nemen. Dan hebben ze toch geen rust voor. Yes. Maar dat komt wel. Dan gaan we gewoon voor tijd, hoor. Ik leg het even weg. Voor tegen de winterperiode, zodat het weer veel regent. Als we weer binnen moeten gaan zitten, dan is dit ook leuk. Dan heb je tegen die tijd ook weer wat in huis. Het wordt nou weer mooi weer, dus ik vind buitenspelen op dit moment belangrijker dan binnen zitten. Ja, goed. Nou, bij deze
Weet ik even nog niet wat ik nog zeggen moet. Oh ja, ik heb de paastakken al neergezet. Ik zal er even naartoe lopen. Kijk. Kijk, ik heb mijn paastakken al aan de zijkant van mijn ding is al bevestigd. Dus die moet ik nog gaan decoreren. Maar in de tussentijd zijn ze al aan het uitlopen. Op zich ook wel grappig. Dus zo zien ze er dan uit. Gewoon dan de... Dus dat versieren komt nog, maar ik vond het wel leuk om dat hier even alvast te bevestigen of het wel mijn smaak is of mijn ding is. Vandaag heb ik het helemaal aangekleed en dan is het nog niet mijn ding. Want ik wou het eens keer niet voor het raam. Want anders kan ik dat ding niet meer doen. En zo wel. Goed. Nou, ja. Goed. Dan wil ik nog één babbeltje doen hoor. Even een klein babbeltje. Ja? Dan gaan we dat eens doen. Dat ding op zijn kop, dan zit ik wat hoger voor jullie. Zo. Nee, dat is het ook niet. Zo dan. Ik wil wat hoger zitten voor jullie. Ja, zo, zo. Moet ook geen stoot wezen tegen die taal van donder met de telefoon om. Goed, mijn engel van onderaf. Dus hier gewoon moet... Goed. Even op die ASMR video terug te komen. Wat vond ik dat jammer van heel veel reacties die ik eronder heb gekregen. Dat vond ik echt jammer. Dat had nou echt niet gehoeven. Dat je het niet van de smaak houdt, oké. Okay. Dat je niet van eetgeluiden hoort, oké. Okay. Maar om nou de term te zeggen van wat is dit een ranzige video. Ranzig was het niet. Totaal niet. Ik heb het netjes gedaan. En om de termen dan van het varkentje zien eten of ander soort termen. Dat heb ik gewoon op een gegeven moment gewoon verwijderd. Ik heb ze even laten staan puur voor de andere mensen die het dan op een keer kunnen zien. Sommige vond ik wel hatelijk, maar dan dacht ik van nou ja, dat laat ik wel doen. Maar de term mijn zo diep te beledigen van mijn uitstraling varken en zo, vond ik niet oké. Dus houd voortaan in de reacties gewoon een beetje vriendelijk alsjeblieft. En Maus heeft ook goed zijn best gedaan. Ik ben blij dat de reacties daar ook goed van zijn. Maar de manier hoe het is gegaan, dat vond ik iets minder leuk. Dus even oppassen, want ik sta wel heel onstabiel op mijn... Maar dat wil ik gewoon even gezichten hebben. Ik ga gewoon door met mijn ASMR. Ik ga er echt niet mee stoppen. Ik loop er niet voor weg. Maar ik vond het ook niet echt leuk hoe ik dat heb ontvangen. Voor de rest doet het me ook verder als weinig of iets. Maar ja, iedereen doet het wel iets. Ja, want als je dat niet voelt, dan ben je ook een gevoelloos persoon. Als het je allemaal niks doet en niks je boeit of interesseert. Iedereen heeft gevoelens. Iedereen heeft ook een aanbrenging. Maar en dan zoals je vooral het lef om dan niet je originele naam te gebruiken om te reageren. Want dan reageert iemand en dat heeft dan niet zijn originele naam. Want dan wordt gewoon gebruikt met een of andere naam. Dat je denkt van, kom op. Heb de ballen, gebruik gewoon je eigen naam. En gebruik ook je profielfoto en dat soort dingen. En gaat dan iemand vol in de feest met je eigen feestje en dat soort doen. Weet je wel? Maar als je het op die manier, maar het liever niet. Houd netjes, hou iedereen zijn eer, iedereen zijn waarde. Ik laat hun ook, en allemaal ook in de waarde. Dus laat mij ook in de waarde. Kruisjes op. Ja, dat gezegd te hebben. Of ik er nou 1, 2, 3 heel snel nog een keer zo'n eetvideo maak in de ASMR studio, weet ik. Mijn studio. Stijl, dat weet ik niet. Maar... ja, dat is iets waar ik niet echt al te enthousiast ben. Hij werd er ook heel boos onder. Ja, boos? Schatjes uitgedrukt. Dus, ja, en ik vond het fijn dat heel veel fans voor me opkwamen om er wat voor onder te zeggen. Dat heeft me wel heel veel goed gedaan. Maar, ja, die mensen die heb ik gewoon geblokt. Die mensen die dat met zulke reacties, dat heb ik gewoon verwijderd. Ik heb die reacties wel bewaard, dus als er ooit eens een keer op voor ja, maar ik zie ze niet, ik lees ze nooit. Nee, dat klopt, omdat ik ze verwijder. Ik laat ze altijd wel heel even slaan, zodat mensen kunnen zien dat ik die reacties wel inderdaad krijg. Maar anders maak ik gewoon een keer een video onder en dan zie je al die pop-up met al die teksten en dat soort dingen. Maar ik ga me niet verlagen naar hun niveau. Maar houd het leuk. Om nou te zeggen dat ik nou echt zo ranzig was het niet. En... als je er niet van houdt en je ziet de grote tekst ASMR en je houdt niet van ASMR, skip die video dan. Dan is het even dat voor de andere mensen. En vind je het niks, maar je bent wel nieuwsgierig, kijk het dan. Maar houd dan voor de rest je mening voor jezelf. Houd het voor de mensen die wel van ASMR houden, wel in hun normen en waarden. Ja?
Nou, ik ga deze video voor vandaag afsluiten, want het is nu 12:30. Dus eer dat het weer door mijn dinges is en de kinderen thuis en dat ik geëdit heb en zo, dan... dat is een mobiel. Ben je nog een stukje verder? Ben ik ook weer een stukje verder. En het is nou mooi weer, dus ik wil buiten ook nog meer wat doen. Dus... want ik wil voor het aankomend weekend... Oeh, dat is handig. Ja, nee, zie je wat. Aankomend weekend is het ook nog hopelijk mooi weer. En dan wil ik ook nog heel veel dingetjes doen. Ik wil gaan schilderen, heel die trappengat en zo. Dus dan is dat ook af en klaar. Ook de deuren en alles eens sausen en doen. Dan is dat ook gebeurd, klaar. En mocht ik een huis tegenkomen, want we zijn nog steeds aan het zoeken. Nou komt het wel even iets... Klein beetje op achterdinges, want de computer gaat nu toch maar eerst toch wel voor. Want het programma heeft nu echt samen met het computersysteem, zou ik maar zeggen. Want het is een hele oude warrel. Ik moet hem tegen keer updaten en doen, maar dat gaat niet. En die wordt ook niet meer ondersteund en alles. Dus die heeft voorrang. Dus we gaan binnenkort een gesprekje met die persoon onder tafel. Dan wordt die in elkaar gebouwd, hoop ik. En dan hebben we een nieuwe computer. Dus, maar dan moeten eerst de salarissen op de rekening staan. En dan hebben we het bedrag goed genoeg dat we zeggen, ja, dan maar dat voorrang. En dan moet ik er dan opnieuw gaan sparen voor de dubbele huur. Dus daar zijn we nog wel even bezig. En anders wordt dat vakantiegeld, hè. Voor de vakantie gaat dubbele huur. Dat zullen we maar niet doen. Maar nee, zo hoi. Ja, zo'n eieren. Ja, en ook zonder van die 20 eieren. Want die heb ik, stop ik liever in mijn maag dan wat langs mijn lichaam naar beneden zijpelt. Ja, dat wordt wel. Dus, ja. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Het was misschien wel heel kort en krachtig. Misschien ook wel een lange video. Je weet wat het van geworden is. Dankjewel, schat. Dus dames en heren, jongens en meisjes in de zalen. Dankjewel voor het kijken. En keep it positive, hè. Ja, dat zou ik super vinden. Tot de volgende video. Laters.